Hallo lieve mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Siep uh, Na de vlieseline van vorige week, waar we heel veel leuke reacties op ge hebben gekregen, dankjewel nog daarvoor, uh, wil ik het vandaag hebben over de French Terry. We kregen namelijk een heel leuk mailtje uh, van iemand die zei, we willen jullie alsjeblieft een keertje de French Terry uh, behandelen, want daar, uh, daar wil ik wel wat meer van weten. Nou, dat willen we natuurlijk wel, dat vinden we hartstikke leuk als we dat soort mailtjes krijgen, dus daar, uh, daar geven we graag gehoor aan. Um, de French Terry. Dat wordt uh, heel vaak op een grote hoop gegooid met uh, jogging, uh, sweater, Napoli, Alpenvlies. Uh, ja, noem het maar op. Dat uh, de meeste mensen zeggen van nou dat is allemaal, allemaal hetzelfde. Maar dat is natuurlijk niet zo. Na vandaag weten jullie precies hoe je het, uh, hoe je het verschil kunt zien. Um, nou, ik wil jullie het, uh, gelijk maar eens even laten zien hoe je nou uh, French Terry kunt herkennen. Ik heb hier een cartoon met trico liggen. Dit is een French Terry. Deze ook. En dit is een jogging. Een uh, Alpenvlies of Napoli, hoe je het ook wil noemen. Um, je kan de... Bij deze kun je het het beste zien, um, de binnenkant is namelijk gelust. Het, uh, dat noemen ze een beetje het brushed effect wat, uh, wat het heeft zeg maar. Uh, je ziet allemaal kleine lusjes, zo is het geweven zeg maar. Bij deze zie je dat het met een lichte stof is geweven waardoor je aan de buitenkant ook dat melange effect krijgt. Um, bij deze heeft hij ook die lusjes alleen dan in dezelfde kleur waardoor je gewoon een egale, egale kleur krijgt. Dit is een katoenen tricot, dat lijkt heel veel op deze French Terry. Um, deze is alleen iets lichter en zoals je ziet, is die niet gelust aan de achterkant. Bij deze, de jogging, kun je zien dat hij uh, van die zachte haartjes heeft aan de binnenkant en dat maakt, hem, uh, dat maakt hem wel lekker zacht. Deze is echt iets meer voor de, iets meer voor de winter. Um, de French Terry, waar kun je dat nou het beste voor gebruiken? Nou, dat is echt, dat kun je voor 101 dingen gebruiken. Je kan het voor een leuke legging, voor een jurkje, voor een broek, voor een sweater. Het is wat ik al zei, ietsje dikker dan de katoenen tricot, dus voor de zomer, echt de zomerse dagen, zou ik de, de katoenen tricot adviseren. Maar voorjaar, najaar is dat de perfecte tussenoplossing eigenlijk. Het verwerken van de French terry is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Dat komt namelijk omdat uh, de stof helemaal niet, uh, niet rafelt aan de randjes. Dat hebben veel stoffen natuurlijk wel. Uh, de Cartoon Trico heeft het niet, de French terry ook niet, waardoor je hem eigenlijk niet hoeft af te werken. Het mag natuurlijk wel, als je het wat je zelf mooi vindt, maar dat hoeft niet. Dat maakt het wel makkelijker natuurlijk. Uh, voor het afwerken van de naden zou ik adviseren om een flauwe zigzagsteek te gebruiken. Zo hou je een beetje de rek op de naden, anders komt het, uh, ja, anders gaat het rimpelen, komt het veel te, veel te strak te zitten. Je kan het natuurlijk ook uh, aflokken. Dan hoef je het niet eerst te stikken. Uh, als je een lokmachine hebt, is dat ook hartstikke makkelijk. Uh, als naald wil ik adviseren om een Jersey-naald te gebruiken. En dat is uh, ja, eigenlijk bij veel stoffen. Zeg maar, hoe dikker de stof, hoe dikker je de naald. Maar bij French Terry is, uh, is er gewoon een universele Jersey-naald. Dus dat we uh, daar wel geschikt voor. Um, nou, dat was het qua French Terry voor vandaag. Um, mochten jullie nou zelf uh, stofjes hebben die wij uh, zouden kunnen behandelen, en dat willen jullie graag laten uh, weten. Of hebben jullie nog tips? Laat het ook weten in de reacties. Daar zijn we zijn ook, uh, ook gek op, op de reacties altijd. Nou, dat was het voor vandaag. En uh, nou, ik hoop dat jullie weer wat geleerd hebben. En tot de volgende keer. Doei, doei!